Welkom in de vierde aflevering van het vierde seizoen van De Tafel van. We zitten wederom bij het plastiek van de oude VARA-studio in Café Elling in de foyer van het muziekcentrum van de Omroep. Dag Astrid Dorland van het jeugddrumkorps Jong Beatrix uit Hilversum. Nou, dat heeft eigenlijk geen introductie nodig. Je hebt een artikel gekregen in de Gooie Neemlanden waarin je een noodkreet uitstootte. En ik zag dat jij een heel bijzonder instrument bespeelt, want je bent woordvoerder. Nou, ik ken alle blaas- en slaginstrumenten, maar woordvoerder, dat betekent alleen maar dat jij het met je stem moet doen. Ja. Maar je zingt niet. Nee. Geen valse noot. Ik hou gewoon mijn mond, dan kan het ook niet vals worden. Hey, maar het jeugddrumkorps heet het, dus er wordt alleen maar getrommeld of er wordt ook geshowt, had ik gehoord. Want dat is het Beatrix, is natuurlijk een showorkest, discipline en zo. Ja. Nou ja, wij zijn een jeugddrumkorps en tot voor kort noemden we onszelf ook wel de Mars en Showband. Ja. Dat ligt eigenlijk allemaal helemaal dicht bij elkaar. Je kent ons waarschijnlijk van de parades. Als er een avondvierdaagse is, dan lopen wij voorop om de lopers feestelijk binnen te halen. Ja. De Sinterklaasintochten, daar lopen wij in parades mee. Maar daarnaast zijn wij inderdaad ook een show aan het neerzetten waarmee we door heel Nederland en daarbuiten zelfs gaan. Want hoe oud zijn die kinderen? Die zijn tussen de 7 en de 16 jaar. En die mogen van hun ouders al op pad. Want je bent er ook mee in Hamelen geweest, ja, geloof ik. Ja, we zijn in Duitsland met geweest. Met de rattenvanger, hè? Ja. Daar hebben we zelfs nog even de show bekeken. Piper, de dag daarna. Ja. Ja. En daar hebben we meegedaan aan de Duitse Open Kampioenschappen. Ja. En in de prijzen weer. Hè? Daar zijn wij de beste van Duitsland geworden. Kan je nagaan. Dus weer die verrekte prijzenkasten. Die zakken nog harder van de muur af. Die vullen zich alsmaar. Ja, want jullie zitten allemaal in het repetitielokaal daar bij de Bosdrift. Op de hoek van de Bosdrift en de Neuweg. Hè? Dat schoolgebouw. Ja, het oude schoolgebouw. En is dat helemaal van jullie? Ja, is van ons eigendom. En daar hebben we meerdere lokalen. Dus daar kunnen we met alle secties zeg maar in oefenen. Dus we hebben een apart gedeelte voor de bras, de toeters. Ja. En een apart gedeelte voor percussion. Dat is het slagwerk. Ja. En daarnaast hebben we de guards en dat is de doedelzakken, hè? Het vlaggen. Nee, dat is de pipeband. Die hebben wij heel vroeger ook gehad. Ja. Maar daar hebben wij voor de rest niks mee te maken. Dus wij hebben drie secties. Slagwerk, de blazers en de guard. Wanneer komen die kinderen bij elkaar? Van 7 tot 13? Dat is twee keer per week. Op dinsdagavond en op de zaterdag, de ochtend. Ja. En hoeveel kinderen zitten er dan bij elkaar? Rond de 50 hebben wij er nu. Ja. En dan zit je nog moeilijk te doen over een nieuwe aanwas. Ik denk dat iedere vereniging helemaal gek wordt als ze horen dat er 50 kinderen zijn. Ja, maar is er zoveel verloop dan? Of, Nee, helemaal niet. De meeste kinderen zitten er jaren bij. Het is net een soort van familie. Ja, het is één grote vriendengroep. En buiten die twee keer dat ze elkaar zien, zien ze elkaar ook nog op de andere dagen in de weekenden. Slaappartijtjes, noem het maar op. Dus het is echt een vriendengroep. En het probleem, als we het zo mogen noemen natuurlijk, is dat wij ook een groot Beatrix hebben. En dat zijn de jongvolwassenen. Dus vanaf 16 jaar stroomt een dat deel door. En op dit moment hebben wij een hele grote groep kinderen van 14, 15, 16 jaar. Die dus door gaan stromen dit jaar. Ja. En daardoor is er weer een plek te over bij Jong Beatrix voor nieuwe aanwas. En waar haal je die mensen, die kinderen vandaan? Ga je de scholen langs? Of hoop je? Je hoopt natuurlijk met dat artikel in de krant en met dit programma hoop je ook. De grote oproep is hier inderdaad van heb je zin om muziek te maken en ook nog plezier te hebben? Ja, kom dan bij Jong Beatrix, want wij hebben het allemaal. Maar mensen kunnen dus zaterdagmorgen binnenlopen.
helpen kinderen om te kijken. Kan ja, dat? Ja, nou ja, ga even via onze website kijken wat er precies allemaal is. Je zet er zo er even onder. En dan via een belletje of iets, dan zorgen we dat je welkom wordt geheten en dat je een rondleiding krijgt. En dan mag je alle instrumenten even proberen om te kijken van, nou, wat past er nou bij mij? En dat doen we eigenlijk al het hele jaar door. We hebben in mei hebben we altijd de roadtrip. Dan gaan we tijdens de straatspeeldagen, gaan we de straten die daaraan meedoen, gaan wij langs. Ja. Wij noemen het een roadtrip, omdat we dan met die kinderen in twee stadsbussen gaan. En al muziekmakend rijden we door de straten van Hilversum. Zodra er een straatspeeldag is, stappen we uit. Daar doen we even een show en laten we zien wat we kunnen. Ja. Daarna kan iedereen, jong, oud, eventjes de instrumenten of de vlaggen uitproberen. En dan stappen we weer in de bus en dan gaan we naar de volgende. En dan willen we gewoon zoveel mogelijk mensen laten zien, hoe geweldig het is om muziek te maken. Dat gaan wij ook doen. We hebben wat filmpjes van jullie waar je ook de vlaggenparade kunt zien. Maar wat ik me afvraag, Nederland geldt als een vrijgevochten land. En jullie zijn helemaal op Amerikaanse lees geschoeid. Hè? Dus er heerst, voor zover ik dat ooit heb kunnen zien, een vrij strakke discipline. Hè? Ja. Ook wat kleding betreft. Is dat trouwens Nederland? Lijkt me heel benauwd. Ademt het een beetje? Het ademt heel erg goed. Gelukkig. Ja. Maar inderdaad, kun je kinderen, blijkbaar lukt jullie dat. Dus maar anno 2015 kinderen in zo'n strakke discipline krijgen, lijkt me niet zo makkelijk. Hè? Dat valt dus reuze mee. Kinderen die gaan toch mee. Het is een groepsgevoel. Ja. Wij zeggen ook bij Jong Beatrix, als je daar komt, dan plezier maken staat op nummer 1. Daarna ga je muziek maken. En je gaat met z'n allen een product maken. Dus samenwerken is ook heel erg belangrijk. Ja. En als je net even buiten de boot valt, dan gaan de anderen erop aanspreken van, joh, doe even mee. Of je jasje zit niet recht als je ergens staat. Dus met z'n allen maak je een product. En dat zet je neer. En ik denk dat het groepsgevoel gewoon heel erg belangrijk is. Ja. En daarom gaan de kinderen daarin mee. En het is ook een soort van, het is een trots. Wij noemen het altijd, als je bij Jong Beatrix of Beatrix zit, dat geldt voor alle twee de groepen, dan heb je een blauw hart. Iedereen eromheen, wij hebben met de contesten, dan wordt er een deel van de tribune wordt afgehuurd en daar zitten alle fans. En dat is het blauwe vak. En daar zitten de mensen helemaal in het blauw, iedereen aan te moedigen. En het is gewoon bijna een grote familie. Zeg maar, jullie zijn een stinkrijke vereniging, dus al die juniors die hoeven geen contributie te betalen, neem ik aan. Helaas is dat nog niet zo. Wij leven eigenlijk van de parades die we lopen. Dat zijn onze betaalde optredens. Daarnaast hebben we de contesten, die doen we wel gewoon gratis. Ja. De contributie is wel zeer laag, omdat wij het gewoon heel laagdrempelig willen houden. En iedereen de mogelijkheid willen geven om hier aan mee te kunnen doen. Want je hebt voor allemaal acties, die boeken verkopen. We hebben rommelmarkten. Zoals voor Hamelen hebben we een hele actie gehouden. Hebben we een autowasactie gehouden. Een dag lang zijn we bij in Kerklanden hebben we auto's gewassen voor een speciale prijs. We hebben inderdaad flessen opgehaald. We hebben een rommelmarkt gehouden. Kinderen hebben allerlei klusjes voor iedereen gedaan om geld bij elkaar te krijgen om zo'n reis naar Hamelen te betalen. Dat moet toch betaald worden. Want anders is het onbetaalbaar. Maar goed, dat betekent dus ook dat ze dus allemaal, ook naast het blazen en het repeteren of het trommelen, dat ze allerlei activiteiten te doen hebben, waardoor zo'n vereniging je ook wel echt helemaal omarmt. Hè? Je doet het echt met z'n allen en naast de trainen, want al die activiteiten zijn vaak na de training. Dus als je op zaterdagochtend hebt getraind, dan ga je 's middags nog iets leuks doen met z'n allen. Zeker. Dus je bent wel een dag zoet. Maar een hele mooie, en dat was het grootste compliment die we hadden. We hebben ook altijd een kamp met Pasen. En dan wordt een nieuwe show ingestudeerd. Dan ben je gewoon 3 dagen weg. En de vraag van de kinderen was, mogen we volgend jaar een dag langer blijven? En dan denk ik, een groot compliment kan je niet krijgen. Ze vinden het gewoon geweldig. Nou, wat gaan we doen? We herhalen. Zaterdagmorgens kun je binnenkomen kijken. Maar je moet even op de site van jullie kijken, die we straks in beeld laten zien, wanneer en hoe en wat. Ja. En dat je misschien een telefoontje kunt wagen. Maar ik kom er alleen op de boekenmarkt. Nou, je bent altijd, word je met een schepnet naar binnen gehaald. En, ik kan niet trommelen, maar dat doen jullie hartstikke goed. Ja. Hey, hartstikke bedankt dat je er was. We weten nu alles van Jong Beatrix en ik mag leiden dat er een hoop mensen zich aanmelden. Want die heb je wel nodig, al is het over de doorstroom. Ja, zo is dat. Dankjewel. Oké, bedankt. We'll be right back.
Goed, dit was Jong Beatrix om in de gaten te houden. En nu hebben...